Tellers kan alleen maar functioneren omdat wij vrijwilligers hebben. Als wij morgen geen vrijwilligers meer hebben, dan gaat het hier niet goed. Zonder vrijwilligers kan directeur Wilco zorggroep Tellers wel opdoeken. En daarom zetten zij hun onmisbare krachten graag in het zonnetje. Voor vrijwilliger Jenny begon woensdag 24 mei zoals altijd met de accordeon. Ze had alleen niet in de gaten dat het vandaag helemaal om haar ging. Zij verdient ook heel veel, want ze doet ook heel veel. Ze speelt muziek in verschillende gebouwen. Daar gaat zij naartoe op de fiets. Het zat heel gezellig dan. Zitten we wel eens mee te zingen, soms mee klappen. Dat brengt echt het oude café. Daar lijkt het op. Ja. En ze doet dan ook nog bij de hobbyclub breien en handwerken. Daar zit ze ook nog bij. Om Jenny hiervoor te bedanken kwam een delegatie van het Van Gogh Museum helemaal vanuit Amsterdam naar Den Helder. Vanwege hun 50ste verjaardag geven ze 50 vrijwilligers in Nederland een wel heel bijzonder geschenk. 2, 1. Een unieke 3D-geprinte reproductie van een schilderij van de meester die bijna niet van echt is te onderscheiden. Zie Van Gogh in Jenny. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum trakteert het Van Gogh Museum Jenny van de Wal. Net als Van Gogh biedt de kunst van Jenny anderen troost. Elke week speelt zij in verpleeghuizen van de zorggroep Tellers accordeon voor bewoners. En dankzij haar krijgt zorggroep Tellers deze museumeditie van het schilderij Vissersboten op het strand van Lissin-Marie de la Mer, geschilderd in juni 1888. Een hele eer. Ja. Dank jullie wel. Applaus voor jullie. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Mijn ouders thuis hadden een catalogus van Van Gogh met zijn levensbeschrijving. Dat boek ben ik helaas kwijt. Maar dit is mijn lievelingsschilderij. En wat vindt u het mooiste deel van het schilderij? Dat vogeltje. Kijk, hier. Ja. De meeuw. Wat vindt u daar zo mooi aan? Dat hoort bij de helder. Kunt u nog terughalen wat u dacht toen u dat vroeger zag? Waarom sprong dat schilderij er nou juist zo uit? De eenvoud en het prachtige. Net als wat ze zei van het Japanse zit erin, maar ook het helderse. Het is eigenlijk een wereldschilderij. Ja, het is thuiskomen. Bootje op strand. Ja. Ik ben heel dankbaar en ik ben ontroerd. En ik wil mijn man heel erg bedanken. Zonder hem had ik het ook niet gekund. Dat vrijwilligerswerk. Want ik mocht van hem de deur uit. Ondanks zijn ziek zijn. Hij heeft niet aangeboren hersenletsel door zijn werk. Hij woont hier nu 10 maanden. En nu gaat het goed met ons. En ik ben heel blij en trots met hem.